Welkom. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van ons WSD-journaal. In deze aflevering gaan we samen met Gerard Verdonk lekker springen op de trampolines van Jump XL in Oosterwijk. We rijden een ronde mee in de taxibus van Manuela van der Zanden. Maar we beginnen deze aflevering in Bokstel, waar WSD samenwerkt met Design Star. Design Star is een bedrijf dat actief is in de seedlot sector. Wij maken plantetiketten en potwikkels die om potten gaan, waardoor de consument kan zien van nou, wat is het voor product, wat kan ik ermee, hoe moet ik het verzorgen. En we zorgen er ook voor dat het een dusdanige uitstraling heeft dat het ook goed verkocht wordt. Met name levert Design Star een boel werk op voor veel mensen, flinke club mensen. 50, 60 personen kunnen eraan werken. En het is eigenlijk helemaal perfect dat het bedrijf Design Star hun piekperiode heeft, waar wij altijd eigenlijk een beetje onze dalperiode hebben. We hebben inderdaad deze ruimte in overleg met WSD aangekleed. Dat hebben we ook gedaan om een plezierige werkomgeving te creëren voor de mensen. En een stukje ook extra betrokkenheid op ons bedrijf als Design Star. Als ik dit zie, dan word ik er zelf ook blij van. Ja, super. Ja, ik vind het gewoon super. Het doet iets. En een beleving hoort absoluut bij je werk. En de beleving is hier goed. Dat merk je ook aan de mensen die aan het werken zijn. De kleuren, de aankleding, de mensen die hier graag zijn. De technische dienst die aanpassingen doet als mensen ergens moeite mee hebben. De mallen die gemaakt worden, die we krijgen. Alles kan gewoon. Wij krijgen verschillende orden, verschillende artikelen. Je hebt altijd werk. Mensen zijn bezig met werk. En het is rustig werk. En iedereen kan bepaald op het eigen tempo. Wij hebben gekozen voor WSD omdat we ervaren hebben dat WSD een hele professionele partner voor ons is. Design Star WSD is een goede match. Zeker voor de aankomende 3 jaar, want die samenwerking hebben we nu aangegaan. En ik hoop nog voor heel lang. Als we dit soort partners als WSD niet zouden hebben, dan zouden onze afspraken naar de markt ook veel moeilijker na kunnen komen. Dus we zijn er ook echt trots op dat we zo'n partnership met elkaar hebben. En we hopen dat het ook nog lang voortgezet wordt. Goedemorgen, ik ben Manuela van der Zanden. Ik ben 35 jaar. Ik werk al 12,5 jaar bij WSD. Ik ben nu momenteel taxichauffeur voor WSD. En ik rijd de mensen, ga ik thuis ophalen of op een opstapplaats. Normaal rijd ik de jongens van het groen. Maar nu heb ik eventjes losse ritten. De normale route die ik heb, ja, ik zeg al, dan heb ik de jongens van het groen. Dan sta ik om 5 uur 's ochtends op. En om 6:15 dan rijd ik aan naar Vught. En om 7:15 moeten daar de eerste instappen. Dan moet ik door naar Bokstel. Daar stappen om 7:00 de anderen in. En dan moet ik door naar Nune. Dan zet ik ze allemaal op verschillende plaatsen af. Er zijn meestal 4 verschillende plaatsen. En dan ben ik daar om 8:00 klaar ongeveer. En dan mag ik naar huis. En dan 's middags tegen 3:00, 3:15, rijd ik weer aan naar Nune. En dan ga ik ze weer allemaal ophalen. Zo zit je met mensen in de bus. Kun je lekker kletsen en een lolletje maken. Maar het fijne vind ik ook als ik af en toe alleen in de bus zit. Gewoon lekker even alleen, helemaal niks, helemaal niemand. Dat is ook toch wel fijn. Ja, soms wel. Dat moet ik toegeven. Soms als er echt een leuk liedje op de radio is, dan wil ik toch wel eens losgaan. Ja, ik moet hem iedere week zelf tanken, zelf schoonmaken. Van binnen en van buiten. Ik ben nu heel gelukkig op het moment. Maar ook niet alleen gelukkig, maar ook trots op mijn eigen dat ik het kan. Want ik had het eigenlijk zelf niet verwacht dat ik dit aan zou kunnen. Maar ja, toch wel. Ik ben Gerard Verdonk en ik ben werkzaam bij Industrie in Boksel. Mijn passie is trampoline fitness.
Nou, trampoline fitness bestaat uit een warming-up en dan een groepsopdracht. En dan krijg je nog een soort bootcamp, dus verschillende oefeningen. Die doe je alleen of met z'n tweeën. En dan rond je de training af met een cooling down. Je wordt er blij van. Het springen geeft je een gevoel van vrijheid. Het is ook een hele leuke manier voor af te reageren. Nou, dit park was er eigenlijk al in 2016. Toen ben ik eens een keer binnengelopen. Toen heb ik eigenlijk nog niet echt gedacht van nou, dit gaan we doen. Maar in 2018 begon het toch te kriebelen. En ik wou toch een hele nieuwe start maken. En toen had ik zoiets, yes, dit gaan we doen. Je wordt er gewoon vrolijk van. Ze merken het op het werk ook. Nou is het echt mijn passie. Dit was weer ons WSD-journaal. Fijn dat jullie gekeken hebben. En tot de volgende keer.